gezellig bij, want vandaag heb ik wat leuks te vertellen. Hier zie je een aantal kleine granny squares van 2 toeren. En ja, dat is een leuk werkje om te doen als je op vakantie bent of een weekendje weg of gewoon tussendoor. Dat je even wat om handen wil hebben en dat je dan dit gaat maken. Dat is echt leuk om te doen. Maar wat doe je nou met die granny squares? Nou, daar kun je best wel het een en ander voor verzinnen. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een rondje. En dan kun je die granny squares er zo aan vastmaken. En dan krijg je bijvoorbeeld een onderzettertje. Dat is maar een voorbeeld. Ik zal nog eens wat laten zien. Wat je ook kan doen, is een aantal granny squares haken. En die haak je dan aan elkaar vast. En dan bevestig je er een ring aan. En dan is het een sleutelhanger. Kijk. Als je het heel stevig wil maken, dan kun je eventueel, zeg maar, deze grens nog aan elkaar vasthaken. Dat kan, maar het hoeft niet. Wat je ook kunt doen, is bijvoorbeeld een kleedje maken. Kijk, ik heb hier een strook van grens. Van die kleintjes. En die heb ik aan elkaar vastgehaakt. Zo, rondom. En nu zitten deze wel zo dicht op elkaar, dat je dit eigenlijk helemaal niet hoeft vast te maken. Kijk maar, ze zitten gewoon los. Ja, en wat doe je dan bijvoorbeeld met zo'n strook? Nou, heel simpel. Dan maak je een kleedje van. Je haakt eerst die stroken, tenminste, dat heb ik gedaan, eerst gehaakt en omgehaakt. En toen heb ik ze aan elkaar vastgehaakt. Kijk, en nou zie je een beetje dat het een beetje rondloopt, want het is eigenlijk iets te strak gehaakt. Maar goed, dat geeft niet, want alles hoeft niet perfect te zijn, hè? En toen heb ik er een randje verlengde vaste omheen gehaakt. En nog een randje en een randje verlengde stokjes. En dat heb ik in een eerder filmpje uitgelegd hoe dat moet. Maar je kunt ook andere steken nemen, hoor, dat je die eromheen haakt. Kijk, en dan heb je zo een leuk kleedje. En dat kun je zo groot maken als je zelf wil. Hou je niet van kleedjes? Kijk, dan kun je er ook een, zeg maar, een dekentje van maken. Voor een lief popje. Kijk, dit is een heel oud popje. En die wil graag een mooi dekentje hebben. En ook in dit geval zijn de vierkantjes niet allemaal aan elkaar vastgehaakt. En dat geeft niet, want dat zie je toch niet. En het bespaart een heleboel werk. Nou, en zo kun je misschien nog wel meer dingen verzinnen. Een aantal naast elkaar haken en om een glaasje heen maken, of, nou ja, verzin mij. Voor degene die niet precies weten hoe je dat haakt, ga ik nu even een kleine granny square haken. Ga jij eens even opzij. Zo, jij even opzij. Want dan is het wat duidelijker te zien wat ik aan het doen ben. Kijk. Even kijken. Ja, zo kunnen we dat wel zien. Je begint met het opzetten van 4 lossen. Nou, het is 1, 2, 3, 4. En die sluit je met een halve vaste in de eerste opzetlossen. Zo, hopla.
En dan haak je 3 lossen. 1, 2, 3. Dat is je eerste stokje, zeg maar. Want we gaan 4 groepen van 3 stokjes haken. En die 3 lossen, die haak je om de hoogte van je stokjes te krijgen. Dan gaan we 2 stokjes haken. Dat is 1. En dat is 2. Dan haak je 2 lossen. En dan weer 3 stokjes in die ring. 1. Twee. 3. Weer 2 lossen. 3 stokjes. En dat is 1. En dat is de 2e. En dat is de 3e. 2 lossen. En dan het laatste groepje van 3 stokjes. Dat is 1. 2. En dat is 3. En dan haak je nog 2 lossen. En dan in de 1, 2, 3. In de 1, 2, 3. In de 3e beginlossen haak je een halve vaste. Kijk, en dat is je eerste toer. Kijk, bij deze kun je het wel beter zien. Dit is je eerste toer. Dan knippen we de draad af, want we willen met een andere kleur verder gaan. Nou haal ik deze even doorheen, dat die vast blijft zitten. Zo. En dan ga ik met een tweede kleur verder. Nou begin ik in zo'n hoekboog. Kijk, dat zijn die 2 lossen, dat zijn de hoekbogen. Ik steek in, ik haak, haal er doorheen en haak 1, 2, 3 lossen en dan 2 stokjes, 1, 2, kijk, dat is de helft van zo'n van 2 van die groepjes van 3. Dan haak je 1 losse. Dan ga je naar de volgende 2 losse boog. Dan haak je 3 stokjes. 1. 2. 3. 2 lossen. 1, 2. En in diezelfde hoekboog haak je nog 3 stokjes. 1. 2. 3. En dan weer 1 stokje. En dan ga je naar de volgende hoekboog. Kijk, dit is eigenlijk ook het begin van een gewone grote granny square. Alleen, je stopt na 2 toeren. En dat is zo grappig met die kleine granny squares. Die kun je overal voor gebruiken. Die kun je dus ergens tussendoor of erbij haken. 1, 2. Dit is het 3e stokje. En dan 2 lossen. 3 stokjes. Het is een herhaling van stokjes afgewisseld met lossen. 3 stokjes. En dan weer een losse. En in de volgende hoekboog doe je weer hetzelfde. 2 groepjes van 3 stokjes.
1. Twee. Drie. Twee lossen. Drie stokjes. Dat is 1. Twee. Drie. En dan weer 1 lossen. En dan ga je naar de laatste hoekboog. Kijk, en daar hoef je maar 3 stokjes in te haken. Want hier zijn natuurlijk al 3 stokjes. Want die opzet lossen telde als eerste stokje. Weet je wel? Nou, dan gaan we 3 stokjes. 1. 2. 3, en dan 2 lossen, en dan een halve vaste in je derde opzet lossen, en dan is je mini granny square klaar. En nu kan ik me voorstellen dat je denkt van, ja maar ho even, die granny squares die ze liet zien, die waren wel een stukje kleiner. Ja, dat klopt. Maar deze mini granny square heb ik met haaknaald 4 gehaakt. En deze granny square met haaknaald 3. Kijk, en dat scheelt. Hoe dikker je haaknaald, hoe groter je granny square wordt. Nou, bedankt voor het kijken. En veel haakplezier. En graag tot de volgende keer.